In het dorp Kwama Lasemutu in Zuid-Suriname heeft gisteren een nieuwe theeproductiefaciliteit in gebruik genomen. Dit is voortgevloeid uit het kruidentheeproject, welke het Amazon Conservation Team Suriname, ACT, in samenwerking met de vrouwen van het dorp in 2017 heeft opgestart. Met de opening van deze productiefaciliteit wordt het programma Strengthening and Expanding an Herbal Tea Value Chain Project in Zuid-Suriname afgerond. Minu Parahu, directeur van ACT Suriname, zegt dat de ingebruikname van de theeproductiefaciliteit voor duurzame ontwikkeling van de vrouwen van het dorp moet zorgen. Nu is er dus nog geen concrete grote markt. Dus wat wij nu aan het doen zijn, is blends gaan maken, uitproberen. Niet alleen dus de twee theetjes of de drie theetjes die er lokaal zijn aan te bieden op de markt. Maar dus eigenlijk te gaan kijken naar een paar smaakmakers, aroma toevoegers, whatever. Maar dan uit het lokaal milieu. Wat is de bedoeling? De bedoeling is dat we niet zo groot gaan dat het een gevaar wordt voor het bos daar, voor het milieu. Maar dat we het behouden zodanig dat de vrouwen een redelijk inkomen hebben. Parahu haalde verder aan dat dit project niet grootschalig uitgevoerd zal worden, omdat op duurzame manier moet worden omgegaan met het bos en de planten die gebruikt worden voor de productie. Die kruiden die we oogsten, die moeten zich kunnen regenereren. Dus dat wil zeggen, nadat je hem hebt geoogst, moet hij opnieuw zich kunnen herstellen. Ja, dat is het woord waar ik zo. En daarvoor hebben we dan de rangers die u waarschijnlijk vandaag heeft gezien, die dan dat gaan monitoren om te kijken in welke mate we toch duurzaam bezig zijn. Maar dat is in feite. Dat zijn de rangers van ACT zelf? Dat zijn de lokale rangers. ACT geeft de support in de zin van infrastructuurtraining, maar het zijn locals. Dat was dus Minu Parahu, ze is directeur van het Amazon Conservation Team Suriname. We spraken haar op het vliegveld Zorg en Hoop over de theeproductiefaciliteit die gisteren in Kwama Lasemutu in gebruik is genomen. Dit project is gerealiseerd met financiële ondersteuning van het RED Plus programma.